Ja, dat was gewoon niet iets wat ik aan zag komen. Best wel een gevoel. Want je moet dus eentje op het perron. En ik was gewoon. Hey allemaal. Nou, dit is het. Ik ga beginnen met vloggen. Ik zit er al een hele tijd over na te denken. En ook een beetje tegenaan te hikken, maar ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon proberen en ik hoop dat ik jullie kan inspireren. En we gaan het gewoon zien, we gaan het beleven. Ik zal jullie even wat korts over mij vertellen. Ik ben Karin, ik ben 40 jaar en moeder van 3 kinderen. Verloofd en ik ben ziek geweest. Ongeveer 1,5 jaar geleden ben ik ziek geworden en dat was, dat was voor ons een hele grote klap en dat was ook iets wat we absoluut niet, zagen aankomen. Ik vind het zo lastig dit. Oh, ik vind het ook zo spannend. Zo raar om het gewoon tegen een camera te praten. Terwijl niemand er is. Anyway, maakt niet uit. 1,5 jaar geleden ziek geworden. En op dat moment stort gewoon echt je hele leven in. Want ja, ik was eigenlijk heel happy. En ook gezond, dacht ik. Ik bedoel, ik sportte gewoon een paar keer in de week. Ik deed yoga. Leuke job had ik. Heb ik nog steeds. Ik doe veel leuke dingen met mijn jongens, mijn verloofde inmiddels. Ik heb een hartstikke leuk sociaal leven, leuke vriendenkring. Zo, hi allemaal. Ik ben nu onderweg naar huis van mijn eerste werkdag in 2018. En ik kan je vertellen dat ik heel erg moe ben. Maar goed, het zit er weer op. Hè? Dus ik kan nu naar huis. Ik zou eigenlijk vanavond nog naar de repetities gaan van een productie van mijn moeder. Maar ja, dat gaat gewoon niet lukken. Energie is even op. Dus we gaan even kijken hoe het thuis gaat. Doeg! Hey, goedemorgen allemaal. Ik ben me even snel aan het klaarmaken, want ik ga naar Amsterdam. Ik heb een afspraak in Amsterdam samen met mijn moeder voor het werk. En dan hebben we even een lunch. Ik kan helaas nog niet zeggen met wie en waarover, maar dat gaat binnenkort wel komen. Maar ik dacht, laat jullie even weten. Ik ben al gedoucht en al een beetje make-up gedaan. En even kijken, ik smeer even een boterhammetje voor mezelf. Een kopje, even wat thee gemaakt in mijn thermoskan. En dan is het snel aankleden en dan ga ik de deur uit. Want ik ga niet met de auto, we gaan met de trein. Omdat, mijn energie is nog in ieder geval nog niet helemaal op peil. Dus dan probeer ik altijd niet zo heel veel te rijden. Want anders ben ik al helemaal uitgeput voordat ik daar aankom. Dus we gaan... moet ik ook opletten trouwens. Dat ik hem hoog genoeg hou. Dan lopen we even door de Bijenkorf. Dat is ook altijd leuk. Maar goed, niet belangrijk. Ik zie jullie straks. Ik neem jullie gewoon mee. Oké, doei. Het was nog best wel een gedoe, want je moet dus inchecken op het perron. En ik was al gewoon in de Randstadrail of eten, ik weet niet veel wat het was. Was ik ingestapt zonder in te checken. Dus moest ik bij het volgende perron moest ik snel uitstappen, inchecken en dan weer snel de Randstadrail in. Maar ik had het dus bijna gemist. Maar goed, ik ben op het station en ik ga even mijn moeder zoeken, die zie ik gaan staan.
Oké, doei. Goedemorgen. Morgen. Even op onze afspraak, maar die zal zo wel komen, denk ik. Desondanks ben ik toch ziek geworden en nee, dat verandert gewoon je leven op alle fronten. Het was gewoon niet iets wat ik aan zag komen of wat wij aan zagen komen, maar als het op je pad komt, dan moet je het er gewoon mee doen en dat hebben wij ook gedaan. Dit is geen vlog om. Of dit wordt ook geen avontuur waarin ik ga vertellen hoe zielig ik ben en dat het mij is overkomen. Maar ik wil u wel heel graag meenemen in het avontuur van het hele herstelproces. Want wanneer je ziek bent, dan denk je op dat moment dat het heftigste is. En dan ben je klaar met alle behandelingen en denk je van oké, yes, weet je, we kunnen nu gewoon weer het leven oppakken en dan verder gaan waar we zijn gebleven. Maar eigenlijk begint het dan pas. En nou ja, dat is toch wel iets wat ik zelf een beetje had onderschat. En ik kan me voorstellen de omgeving ook. En ja, daar loop je toch wel tegenaan. En toen ik ziek was, kon ik zelf niet echt heel veel dingen vinden waar ik inspiratie en kracht uit haalde. Want als het daarover ging, dan was het allemaal vooral heel erg... Heel erg zwaar en vol met angst. En dat is ook logisch en dat begrijp ik ook. Maar hopelijk kan ik mensen die door een moeilijke tijd gaan... op de een of andere manier toch een beetje kracht en inspiratie geven. En ik ben dan toevallig ziek geworden. Maar we gaan allemaal gewoon door moeilijke periodes heen. Dus het maakt niet uit wat het is. De een gaat door een scheiding, de ander verliest een dierbaar iemand. Iemand anders wordt heel erg ziek. Een ander wordt weer werkloos. We hebben daar gewoon allemaal mee te maken. Anyway, vanaf volgende week ga ik jullie meenemen in mijn leven. En in het hele proces van herstellen. Ik zal denk ik één keer in de week zal ik een vlog online zetten. En dat zal waarschijnlijk op zondag zijn. Als het goed bevalt, dan blijven we het doen. En als het jullie ook bevalt, dan blijf ik het ook doen. Dus hopelijk tot de volgende keer. Oké, bye!